werkte vroeger in Amsterdam. Op het moment dat ik mijn uniform uittrek, dan neem ik plaats in burger achter het stuur van mijn auto. En dan word ik door mijn eigen collega's word ik staande gehouden. En dan word ik door een, ja, door een heel brutale en onvriendelijke manier benaderd. En dat doet iets met me. En wat het met me doet, ja, ik kan het niet omschrijven. Ja, het is een vorm van angst. Angst terwijl ik zelf ook politiefunctionaris ben. Maar toch genereert het een, ja, iets angstaanjagends. En ik weet niet waardoor het komt. Dat komt misschien doordat het gevoel niet te omschrijven is. Hoe mensen je benadert, je eigen collega's benadert je op een onvriendelijke manier. Alsof je een crimineel bent, bij wijze van spreken. Ja, dat ze toch anders kijken naar mij, omdat ik anders ben, anders doe. Anders praat, anders uitziet. Nou, dat doet pijn.